De mens is een organisme dat zich bewust is van tijd en sterfelijkheid en dat is gericht op zelfbehoud. Dat impliceert handelen en kiezen. Het juiste handelen is in overeenstemming of op zijn minst niet strijdig met het zelfbehoud. Wat er tegenin gaat is onjuist of ongewoon. Is de mens alleen, dan kan hij dagelijks zijn keuzes aanpassen. Nu eens kan hij het beter vinden geen dieren te doden, dan weer kan hij, als hij honger heeft, besluiten dat het goed is een dier te doden. Niemand vraagt hem zich te verantwoorden voor zijn inconsequentie, niemand straft hem, niemand gaat met hem in discussie. Zodra een ander aanwezig is, ontstaat er een gesprek over het handelen. Wordt hun individuele doel beter gediend door samenwerking of door conflict? Ze vergelijken hun handelwijze met elkaar en stemmen die op elkaar af. Dit is goed, dit is fout. Trial and error wijzen uit dat samenwerking in de meeste gevallen het beste is. Er is ruimte voor een klein verschil en voor onderhandeling. De aanwezigheid van anderen maakt het biologische cultureel. Het gesprek over het juiste handelen is de moraal. Door veranderingen in levensomstandigheden, individueel en collectief, ontstaan spanningen en conflicten. Die veranderen de moraal. Ze worden ingebed in het verhaal dat we elkaar vertellen over het juiste handelen. Strijd om de moraal is een middel om macht te verdelen en de groep te beheersen. Het verhaal kan de vorm aannemen van een religie. De mens veronderstelt en vertelt dat een god of goden de scheppers en wetgevers zijn. De mens bedenkt een illusie waaraan hij zijn eigen verantwoordelijkheid kan delegeren. Die fictie vestigt de moraal in een extern instituut en verstevigt de inhoud en het gezag ervan. God is de band waarover de gemeenschap de bal van de moraal speelt. God beslecht de conflicten. Het verhaal kan de vorm aannemen van een wetboek. De gemeenschap, de polis, bepaalt de inhoud ervan en schrijft het op. De polis is bevoegd de wet te handhaven en te veranderen conform de veranderingen die organisch groeien in een gemeenschap. Moraal is dus te allen tijden een ongrijpbaar werk in uitvoering, met tegelijkertijd de noodzakelijke fictie van eeuwigdurende geldigheid. Dit is goed voor altijd, dit is niet goed. Een moralist geeft niet graag toe dat zijn overtuiging vloeibaar is. Opvoeding verankert het verhaal in de volgende generaties. De moraal ontstaat door de aanwezigheid van de levende en zichtbare ander.